Vandaag spelen de Undateables en Nabil, jij bent op zoek naar de liefde. En we hebben drie fantastische dates voor je geregeld, namelijk Stefan, Peter en Ruud. Ik ben voor Ruud benieuwd, wat is Ruud zijn obsessie? Aan haar ruiken. Jij hebt een obsessie met ruiken. Ja, een beroep voor Peter. Jouw beroep is James Bond. Ja, dat is eigenlijk geen beroep, maar ik accepteer het toch. Oké, okay. En Stefan, voor jou zoek ik een hobby. Vingerverven. Musicals. 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 Yes. Musicals. Als het niet leuk wordt, weet je aan wie. Veel plezier. Hoi. Hoi. Hallo. De naam is Blok. Jannes Blok. Oh. Hoi. Hoi. Hoi Jannes. Hoi. Leuk dat je bent gekomen. Ik zie dat je een maatpak. Ik zie dat je een maatpak aan hebt. Ja. Wat leuk. Draag je dat altijd of? Ik draag meestal maatpakken. Maar dat hoeft natuurlijk niet de hele tijd aan te blijven. Hoi. Hoi. Hoi, Marco. Marco. Ja. Hoi. Wat is er iets? Hoi. Oh mijn god. Wat? Wat is dit dan? Hier zit toch mijn mooiste man. Ik zit hier met mijn dikke reet. Dit is mijn allereerste date. Wauw. Hoi Chantal. Hoi Chantal. Leuk. Oh. Gaat ie? Ja hoor, ja. Heb je iets? Oh. Hé, hey, er komt een antenne uit. Dat is apart. Dat is heel raar. Hé, hey, maar Chantal, als je mij op een romantische date zou mogen meenemen, waar zou dat dan zijn? Chicago. Chicago? Wauw. Ja. Dat vind ik... Heb je in Chicago gewoond? Of wat heb je met Chicago? Ik heb in Chicago gewoond. En daar woonde ik in mijn eentje. Of ja, niet in mijn eentje. Ik had heel veel katten. Ja. Is er iets? Nee. Het valt me gewoon... Het valt maar me gewoon het lijkt op. alsof je... Nou, het lijkt alsof jij helemaal geen vragen voor me hebt, of wat? Nou, dat heb ik wel. Maar het lijkt alsof jij mij wil slaan of wil overgeven. Ja, ik weet niet, maar dat is... Ik zit net ontspannen. Ja? Geef je over? Ja. Oké. Okay. Gaat de goede kant op. Dat vind je leuk? Oh. Ja, vind ik wel leuk. Oh, ja, die had ik nog van Soldaat van Oranje. Ja. Ik zal hem even wegleggen. Hé, hey, maar bizar, hè? Ja, ik vind je wel echt een hele mooie maat. Ik vind trouwens die tatoeage in je nek met Joop van der Ende wel heel apart. is dat normaal? Staat in het contract. Oh. Ja. Sta je nog steeds onder contract? Bij... Als je er eenmaal bij zit. Ik doe het nooit meer uit.